Nog steeds gesloten. Robert van Ben. Robert van Ben. Ja, kom in. Er is een nieuwe vraag voor Ranger Request. Yes, een nieuwe vraag voor Ranger Request. Waarom is de rode panda een panda? Waarom is de rode panda een panda? Daar gaan we het vandaag over hebben. En jullie gaan met mij mee. Yes! Hey, hoi! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Ranger Request. En ja, vandaag is het safaripark nog steeds leeg. Helaas. Maar het is nu wel lekker rustig op de wandelroute. Nou, en deze week gaan we het hebben over rode panda's. Waarom heten ze rode panda's? Want ze lijken helemaal niet op de grote zwart-witte panda, toch? Daarom gaan we dus ook heel even een kijkje nemen bij die rode panda's. En omdat het vandaag zo rustig is, gaan we lekker over de wandelroute heen wandelen. En laten we eens kijken wat we allemaal kunnen tegenkomen. Nou, die school extra had niet zoveel zin in mijn gezelschap. Daar. Nou, je zou het misschien niet zo snel zeggen, maar de geflekte hyena is best een goede jager. Nou, wat betekent panda precies? Panda komt van het Nepalese woord punya. En dat betekent bamboe-eter. En ja, de rode panda die eet best wel veel bamboe. Nou, de rode panda en de reuzenpanda heten dus allebei panda. Maar er zijn toch nog wel heel veel verschillen tussen de twee. Ja, ze eten allebei bamboe. Maar ja, de ene is heel erg groot, zwart en wit. En de andere is heel erg klein en rood met hier en daar wit en donkerbruin. Nou, hoe zit dat precies? Nou, vroeger werd dus ook waarschijnlijk om die reden gedacht dat ze in dezelfde familie thuis hoorden. Maar dat is niet zo. Namelijk, de reuzenpanda hoort gewoon bij de berenfamilie. En de rode panda die heeft een eigen familie. De rode panda is wel heel erg verwant aan bijvoorbeeld wasberen. Dus daar lijken ze heel erg op. Zo, daar zijn we dan bij de rode panda's. Nou, daar zitten ze dan in een nog best wel nieuw verblijf. Naast al die verschillen die ik heb genoemd tussen de reuzenpanda en de rode panda, hebben ze ook één overeenkomst. Ze zijn namelijk allebei helemaal niet gemaakt om bamboe te eten. Wat? Dat is best wel raar, toch? Ze eten bijna alleen maar bamboe en ze zijn niet gemaakt om bamboe te eten. Nee ja, de reuzenpanda en de rode panda hebben eigenlijk de tanden en de spijsvertering, dus de maag, de darmen, van een vleeseter. Dat is toch eigenlijk helemaal niet handig. De reuzenpanda en rode panda die zijn overgestapt van een vleesdieet naar een bamboedieet. Moet je eens voorstellen dat je naar de supermarkt gaat en je wilt heel graag een stuk vlees kopen om dat lekker 's avonds op te eten. Maar alles is uitverkocht. Alles behalve de spruitjes of in dit geval de bamboe. Dan moet je wel overstappen. Nou, en over dat proces is heel veel jaar gegaan, waardoor uiteindelijk de rode panda en de reuzenpanda volledig leven op een bamboe dieet. Nou, je zou dus misschien kunnen denken, ja maar
dan is het logisch dat de rode panda en de reuzenpanda bedreigd zijn. Als ze bamboe eten, terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet voor gemaakt zijn, dan, ja, natuurlijk zijn ze dan bedreigd. Maar zo zit dat niet helemaal. Namelijk, er is een heel lang proces geweest van miljoenen jaren waardoor deze dieren zijn overgestapt op een bamboe-dieet. Nou, en ze zijn dus onderdeel van een ecosysteem, zoals dat heet. Ze zijn onderdeel van een voedselweb. Bijvoorbeeld, insect wordt gegeten door de vogel, maar het insect eet wel delen van een plant. Zo heb je heel veel verschillende voedselwebben, ecosystemen, waar ook de rode panda en reuzenpanda in thuis horen. Nou, omdat er miljoenen jaren zijn geweest om die ecosystemen vorm te geven, zijn die volledig in balans. Dus het past precies in dat plaatje, precies in dat ecosysteem, dat de rode panda en de reuzenpanda heel veel bamboe eten. Nou, waarom zijn de rode panda en reuzenpanda dan wel bedreigd? Nou, dat heeft alles te maken met de mens. Namelijk, door de mens hebben de rode panda en reuzenpanda geen miljoenen jaren om zich meer aan te passen aan het nieuwe ecosysteem. De mens die haalt veel bamboebossen weg, die zorgt dat veel leefgebied van deze dieren verdwijnt. Maar daarnaast wordt er ook veel gejaagd, voornamelijk op de rode panda, voor de huid. Daar wordt kleding van gemaakt of accessoires, omdat sommige mensen de vacht heel erg mooi vinden. Helaas. Ja, gelukkig zijn er ook organisaties die de rode panda in het wild helpen. Een van die organisaties is het Red Panda Network. En het Red Panda Network, die steunen wij via Stichting Wildlife. Zou je daar meer over willen weten? Ga dan even naar de website van Stichting Wildlife. www.stichtingwildlife.nl. Nou, het zijn toch wel toffe bamboe-eters hoor. Nou, de rode panda, die heet dus panda omdat ze voornamelijk bamboe eten. Hartstikke bedankt voor het kijken. En vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En misschien tot de volgende keer. Nou, dag hè!